vraag eerst eventjes, gaat het? Nou, gaat niet lekker, hè? Nee, ik voel je. Gaat niet lekker. Dan zeg ik op een gegeven moment van, wat zou ik nou gaan doen? Zal ik het nou uithalen of zal ik daar nou in die auto laten zitten? Dat is een direct gevaar. Als de auto in de fik staat, zal ik hem er uithalen. Dan moet ze eruit, ja, precies. Maar nu dan? Nou, als de auto niet. Als niet vaker wegstaan en hij kan rustig blijven staan. Dat is op een schutting. Geen indirect gevaar, kun je laten zitten in de verrekijken. Ja, precies. Mijn eerste vraag heeft u pijn? Die eerste vraag heeft u pijn ergens? Ja, maar ja, dat komt moeilijk uit, want ze heeft een klap op de borst gekregen. Oh, dus, ze heeft al een borst. Ja, dus daar komt er weinig uit. Ja, dus probeer het wel. Wat ik wel te horen kreeg op een gegeven moment, dat ze dus wel last van de rug heeft. Wat kan ik dan doen? Nou, ga ik achterin zitten, hè? En ik hou het houvast. Je let iemand anders. En ik vraag natuurlijk, wil je even 112 bellen en dan kom gauw terug, want ik heb hier iemand, die heeft een nekletsel. En shock. Maar ja, dan krijg je de examinator, die zegt, ik laat je niet zo zitten natuurlijk, hè? Die zegt op een gegeven moment, ja, nou, dan valt ze weg. En ze raakt dus bewusteloos en de ademhaling die stopt. Dus ze valt weg. En de ademhaling stopt. Wat moet ik nu doen? Ze moet uit de auto. Ja, precies. Maar nu moet ze uit de auto, want als de ademhaling stopt, dan moet ze plat. Dan moet ze eruit. Dat is niet anders. Dus wat ga ik doen? Ik ga dus zorgen dat ik dus met haar route gereed heb haar uit de auto gehaald. Dus ik moet dus een warmpje pakken, ik moet haar een beetje omdraaien, ik moet haar voorzichtig naar beneden brengen, ik moet haar groen leggen en ik leg haar dus. Zo. Daar ligt ze. Nu zegt die examinator tegen je, ja, dan begint ze weer te ademen. En jullie hebben dan geleerd dat je iemand die uit een auto is, of een ongeluksslachtoffer, daar doe je niet veel mee. Dus je legt hem nooit in de stabiele zijligging. Nooit van je leven. Dus wat moet je wel doen? Je moet die ademhaling controle, die moet je houden. Dus, conclusie, ademhaling openen. En vasthouden. Tot de ambulancedienst komt. Klaar. Hoef je nu niet een nek te ondersteunen? Nee, dat hoeft verder niet. Want zolang ze ademt, is het goed. Want die ademhaling is heel belangrijk, hè? Daar hebben we voor een keer over gehad, toch? Ademhaling is het belangrijkste. Maar kijk, dan onderzoekt het allemaal naar de buik. Ja, tuurlijk. Je kijkt naar de buik, je kijkt naar het gezicht. Ja, dus, vroeger moest je ook nog luisteren. Is dat nou zo dat je luistert en kijkt? Dus, nee, maar ik kan dat nu wel merken, ja? Dus, ja. En die examinator had ook gezegd, ja, het zijn ademt. Nou, prima. Hou die ademhaling gewoon vrij. En dan zegt die examinator, ja, ze ademt niet meer. Ik heb haar vast. Ademhaling stopt. Als ik dat hoor op een gegeven ogenblik, dan draai ik me om, ga ik naar de pop toe en dan ga ik verder met de reanimatie. Dank u wel.